belangrijkste reden is dat, dat de combinatie Blauw-Wit, waar ik ook zelf aan ben, in trainen bij GVC, dat werd steeds moeilijker te combineren. Ik heb nu een paar woensdagen bij Blauw-Wit moeten doen aan dus de jeugdopleiding, examentrainingen, bijeenkomsten van elkaar KVB waar ik bij moet zijn. Dus dan zit je al in een spagaat van ik moet eigenlijk training geven en ik moet ook bij Blauw-Wit zijn. Ik had gedacht aan het begin van het seizoen dat ik dat beter kon managen, dat ik daar dat ik iets meer baas over mijn eigen agenda kon zijn, maar dat lukt niet. Dus dat is wel een hele lastige. Daarbij komt dat het extra energie kost voor de spelers, voor de staf, voor de hele staf, voor de club, als het gewoon minder draait. En dan moet je eigenlijk iets voor jezelf kunnen oproepen van vandaag moet er nog een boodschap van. En dat, op een gegeven moment lukt dat dan ook niet meer. Dat je naar jezelf moet kijken en zeggen, kan ik de energie en de tijd overvragen? Ja. Weer een moeilijk besluit, want door best dat we willen een trainer die op het veld staat. Dat heb ik de spelers ook verteld, en dat heb ik ook gezegd, maar dat is gewoon echt, dat is echt heel dat voelt niet goed. En ik heb die beslissing al... Nou, daar heb ik al 2-3 weken mee gelopen. Ik dacht, ja, dit wil ik niet, hè, maar ik moet het wel, het moet wel kunnen. En ik had gehoopt dat er in die 2-3 weken iets zou veranderen bij mezelf. Of in de situatie, dat je wel eens een keer een succesje hebt. Dat je wel ziet van, ja, nu gaat het de goede kant op. Dat je daar weer iets van terug kan vinden aan de energie. Maar dat gebeurt niet. Dan ik het mij extra teleurstellen. Je bent ontbouwen, je is kennis maken met de groep, de pakt is de jeugd op, de pakt is de jeugd de kans. Ja, daar staan ze beslissingen om als dat denk ik, en dan mag ik stoppen. Ja, en dan moet je even naar jezelf kijken. Het had ook niks met de spelersgroep in die zin te maken. Kijk, het is nu hartstikke lastig zoals je ervoor staat. En je leert van de fouten die je maakt. Nou, daar had ik ook alle geduld voor. En natuurlijk, ja, het was soms ook, moesten we jeugd inbrengen. We waren ook geforceerd. Jongens, ik stop maar. Dus het was een rollercoaster aan leermomenten voor die knapen. En dat hebben ze echt fantastisch gedaan. En vanuit het TC-bestuur ook totaal geen druk hoor. We moeten punten pakken. Nee, dat is echt heel realistisch. Dus dat vond ik wel heel fijn. Dat gaat me wel op bepaalde momenten een ruggensteun. Ik dacht van ja, oké, we zijn op een goede weg bezig. Maar ja, als je dan naar jezelf kijkt. En ook nog in de wetenschap. Dat ik, in januari krijg ik een nieuwe heup. Het zou in begin december, maar het is uitgesteld. Dus ik krijg die nieuwe heup moet erin. Dan denk ik 3-4 weken. Dan kan ik niet op het veld staan. Eigenlijk in deze situatie, waar je bent, waar je staat, is dat gewoon ook iets van ja, dat moet eigenlijk niet. Ja, is het waar om nog die peerwedstrijd in oor te matchen en in de winterstop een goed gesprek met het bestuur te zetten? Ja, natuurlijk. En waarom net? Ja, dat komt dat wil ik niet voor. Het was echt voor mezelf dat ik dacht van ja, ik moet, als ik echt naar mezelf kijk, dan moet ik stoppen. Want anders dan wordt het echt te. Dan wordt het steeds lastiger om zeg maar, in de auto te stappen van ik moet er naartoe. Omdat ik moest soms in de auto nog, er waren 2-3 afmeldingen, en dan moest ik in de auto nog de training aanpassen. Omdat het, nee, dat is gewoon onhandig. En achteraf moet je goed naar jezelf kijken en zeggen, ja, had ik het moeten doen? Nou ja, ik heb daar geen spijt van. Maar dat het dan nu zo gaat en dat je de TC en het bestuur nu zeg maar achterlaat aan de spelersgroep van ja, nou ja, zonder mij verder. Ja, dat is een teleurstelling, niet alleen voor mij, hè, maar ik vind het voor mezelf wel een teleurstelling. Maar met name ook voor de mensen die aan GVC en ook de medewerkers om die eerste selectie te hebben. Zoals je leuk hoort, hier is het achteraan een nieuwe drive, jouw DVD, eerste klas nou, net lang had. Is dat wel eens dat in die omschot? Ja, alleen de situatie in ONS DTB was gewoon prima behapbaar. Ja. Terwijl ONS nog verder weg is van Leeuwarden dan Blauw-Wit. Dus ik heb eigenlijk nooit gedacht van nou, ik kom nou, als je het hebt over de voorbereiding, alle bekerwedstrijden op zaterdag spelen. Dat geeft ze. Dat was niet anders. Maar zaterdag in Blauw-Wit. Dus ik moest alles al. En dan ben je al zo gelijk vanaf het begin ben je al een boost van verwoording. Dan moet dit en moet dat en moet daarna met rust naar hier naartoe. Weet je, in het begin hou je dat wel vol, maar het viel me echt tegen hoeveel tijd ik kwijt was aan de hoofdjachtgroep. Het was gewoon meer tijd dan ik verwacht. Ja, dan is het zoer dat de succesjes, de overwinning net komt, dat speelt ik maar in de kans.
Niet zozeer. Je moet echt, als je realistisch kijkt naar de spelersgroep zoals we die hadden voordat er wat jongens terugkwamen van de blessure, ja. Dan hadden we gewoon te veel posities nog spelers die dit geval niet in het hoofd en in de benen hadden. En dat is gewoon, dat kan je niemand verwijten, want dat is gewoon de situatie zoals het was. Dat je dan daardoor in de staten waar je staat, dat is een gevolg van de stappen die we moeten zetten. Het maakt het lastig omdat je onderaan staat en de verhoudingen op scherp staan. Dus je hebt meer gesprekken met spelers nodig, je hebt meer dingen met elkaar nodig, je bent vaker. Dus dat kost ook meer dan als je in de middenboog bovenaan zou staan. Ja. Dan gaat het wat vanzelf. Op het moment hebben we natuurlijk ook wel meegemaakt als trainer. Ook dat je onderin bungelt en dat het dan dus echt. Dan moet je echt. Als je de wind in de zeilen hebt, dan hoef je de roer alleen maar vast te houden. Als je wind teugen hebt, dan moet je laveren. Dan moet je veel meer doen. Om ook vooruit te gaan. Ja. Ja, dat is heel toepasselijk voor DFC Grauwe. Ja. Maar zoals jullie die nou eens met de club? Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja. Ik heb ook op TC aangegeven dat ik graag wil meehelpen en meedenken aan mijn opvolger. Als dat wenselijk is en als ik daar wat aan kan doen. Ik heb al, je hebt natuurlijk ook een netwerk gehad. Ik weet niet hoe het er nu voor staat. Als ze mij hulp nodig hebben, in die zin, dan heb ik het ook en ik wil voor deze gelegenheid, het is heel raar, je stopt, je geeft de spelersgroep, geef je aan de hand en je bedankt elkaar, maar dan stopt het wel. Dus er zijn medewerkers bij het GFC die ik niet meer zie binnenkort, het is straks winterstop, ja, die wil ik in ieder geval nu wel enorm bedanken. Dus het gevoel wat ik van tevoren had bij het GFC, dat is uitgekomen. Het is wat zwaar, het was heel prettig. Fijne mensen meegemaakt. Ik vind het heel spijtig dat het zo eindigt. Maar waarbij ik hartstikke bedanken voor die eerbegiet en altijd bereid te wezen voor de microfoon. Fantastisch. Ja, dat hoort er ook bij. Ik heb het ook heel graag. Het was ook heel leuk om het zo samen te doen.